Hallo allemaal en welkom bij XGNcast nummer 48, waarin we het gaan hebben over wat nou de beste open world games zijn en waar je die nou eigenlijk aan kunt herkennen. Ja, je ziet het al, het is een druk programma, want samen met mij, met Luc de Velde, is natuurlijk Stefan Stuursma. Goeiedag, na een aantal weken afwezigheid eindelijk weer een keertje aangeschoven. Terug van weg geweest, maar hij is er weer. Ja, dan hebben we nog een andere speciale gast deze week en dat is Thomas de Seppeling. Hallo, je kent mij waarschijnlijk van mijn geschreeuw. En de battles, die Luc altijd verliest van mij. Hè, Luc? Hè, dankjewel, Thomas. Niks verrassend daar. Ja, dat is wel verrassend genoeg. Heel erg waar eigenlijk. Maar ja, gelukkig. Thomas, leuk dat je er bent deze week. Maar voordat ik bij jou terugkom om te gaan vertellen van, nou, waar mensen jou nou eigenlijk van kunnen herkennen, hebben we ook nog onze welbekende Suurpruim, Roland. Ja, hallo. Ja, ik wil eigenlijk gelijk even inhaken op Thomas. Je presenteert een beetje alsof winnen van Luc een prestatie is, maar we hebben het over Luc. Allemaal mee, hoor. Jongens, je moet niet. Jongens, het wekelijkse afzeikuurtje van Luc, dat is al lang en breed voorbij. Dat hoeft niet weer. Welkom bij deze XGNcast special, waarin we vandaag de roast of Luc de Velde hebben. Ja, zeker. Dat wordt het niet. Gelukkig wordt dat het niet. Maar nee, we gaan het wel hebben over de beste open world games. Ja, en Thomas, ik heb heel erg vanuit geheime bronnen vernomen, dat jij heel erg houdt van open world games. Dus ik dacht, nou, wat is een perfecte week om Thomas dan in de XGNcast te hebben? Deze week. Thanks for having me. Ik ben blij dat ik er ben. We gaan lekker lullen. Lekker serieus. Zeker, lullen. Maar voordat we het onderwerp van de week doen, zijn er eerst nog een paar dingen die uit de weg geruimd moeten worden. Namelijk dat wij volgende week een grote Horizon Forbidden West spoilercast op gaan nemen. Dat wordt de aflevering van volgende week. Mocht je nou denken van, hè, maar die game komt dan pas net uit, dus dat wil ik nog gelijk niet horen. Dat klopt, maar de eerste 20 minuten, 30 minuten gaan we het gewoon lekker spoilervrij hebben over wat we van de game vinden. De game is tegen die tijd ook uit, dus kom daar gezellig bij kijken. Daarna gaan we de game livestreamen. De eerste 2 uur van de game gaan we daarna lekker spelen. Daar ben ik onder andere bij. En we nemen ook die dag de Q&A op met al jullie Horizon Forbidden West vragen. Dus stuur je vragen door naar podcast@xgm.nl en dan zullen ze allemaal volgende week doornemen. Je kunt ze ook in de Discord droppen, want ja, we hebben een eigen Discord server. Dus daarin kun je ook lekker van je laten horen. Ja, mocht je de XGNcast nou niet kennen, nou ja, het is heel simpel eigenlijk. Iedere vrijdag om 5 uur zijn we live op twitch.tv/xgn-nl. En elke zaterdag kun je hem gewoon vinden in je podcastfeed of op YouTube om 10 uur 's ochtends. Goed, Thomas, wil je jezelf nog even goed introduceren voor de mensen hier? Waarvan kan iedereen je kennen, behalve de XGN Battle, want daarin maak je me toch alleen maar in? Waar kan je me van kennen? YouTube, dat heb ik gedaan. Sinds 30 december gestopt. YouTube. Ik heb Twitch ook een beetje gedaan. Ik schreeuw altijd. Van alles. Meneer zegt, ik heb Twitch ook een beetje gedaan. Heeft hoeveel duizend volgers op Twitch? 30 was het, zoiets? Zoiets, denk ik. Is dat 30? Begin de streamer. Ja, precies. Ja, klein in de naam. Ja. Slechts 100 keer zoveel Twitch volgers als wij. Hè? Als mensen nou gewoon zouden volgen op het Twitch-kanaal, dan zou het zo gemakkelijk gaan, weet je. Maar ja, ze moeten wat harder op die knop rammen. Maar goed, daarover kan ik heel lang ranten, maar dat is niet nodig. Jongens, laten we het lekker gaan hebben over de beste open world games en waaraan je die kunt herkennen. En omdat Thomas de gast is, mag hij het spits afbijten met de volgende vraag. Wat is je favoriete open world game? ik vond je vraagstelling net heel mooi. Waar ken je de beste open world game aan? Vierkanten. Minecraft. Minecraft? Ja, dat is gewoon de beste open world game, punt, klaar. Oké, die moet je even uitleggen. Waarom is Minecraft zo'n fantastische open world game? Omdat het nog steeds relevant is. And that's with a reason. Zeg maar, ja, noem een andere game die nog steeds na zo'n lange tijd relevant is. Zo relevant als Minecraft. Ik ken er geen. Maar er is ook geen enkele game die lijkt op Minecraft in die zin. Nee. Dus ja, ik weet niet. Het is endless possibilities. Maar gewoon de core game is ook gewoon heel goed. Ik weet niet. Ik heb altijd wel eens in het half jaar dat ik met mijn vrienden weer een servertje start. Een maand lang grind en dan weer links laat liggen. Ja. Ik weet niet. Het heeft gewoon niet. Ja, maar is dat dan, ik vraag me dan af, is dat een open world game? Want dat klinkt meer in mijn ogen als een MMO.
Of een sandbox. Ja, of sandbox. Ik denk meer sandbox dan. Maar het is een wereld. Het is wel, ja, het is wel, ja, het tikt wel wat, wat boxjes af, ja. Ja, want wat zouden we als eerste punt zeggen van waar hij een open wereld herkent? Ik denk altijd gelijk aan de torentjes beklimmen in Ubisoft games. Precies, ik denk meteen aan Far Cry 3 en hoe die formule al de afgelopen, nou, hoe lang is het? 10 jaar? 10 jaar, ja. Far Cry 3 was 2012. Ja. Eigenlijk als ik een open world denk, denk ik meteen aan Wind Waker. Windway. Dat is de eerste open world game die ik ooit gespeeld. Dat is open world, toch? I mean, je vaart. Ik heb Wind Waker zelf dus nooit gespeeld, want ik wacht nog steeds. Kijk, Nintendo heeft elke game en je moeder heeft al op de Switch uitgebracht. Maar de ene game die ik nog wil, Wind Waker, die komt maar niet. Terwijl die op de Wii U wel is. Ja, maar er zijn letterlijk 12 Wii U's gemaakt. Dus die dingen zijn waarschijnlijk nergens te krijgen. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben er 12 gemaakt en fucking de marktplaats halen. Ja, man. Precies. Er zijn 10 verkocht en al die 10 die Wii U's liggen nu bij verzamelaars. Dus die ga je nooit van je leven krijgen. Nee. Ja, precies. Jij bent een van die 12 mensen die er een gekocht heeft. Ik gebruik hem oprecht nog best wel. Like, no joke. Ik heb afgelopen jaar heb ik hem echt nog best wel veel gebruikt. Er zitten ook gewoon goede games op. Maar het nadeel is gewoon dat al die goede games nu ook allemaal op de Switch... Ja, behalve Wind Waker. Behalve Wind Waker. Ik zit echt even te denken, ja. Ik wil hem nog spelen. Ik heb Wind Waker dus wel gehad op de Wii U, maar ik heb vervolgens die ook echt niet heel veel gespeeld en volgens mijn Wii U verkocht voor mijn Switch. I know. Nou ja, wel goed nieuws. In principe voor de mensen die het nog niet gespeeld hebben. Er gaan wel geruchten over een remaster voor de Switch, dus... Ja, waarschijnlijk ik zeg, kom gewoon, maar door. Waarschijnlijk gewoon Wind Waker HD, toch, die dan overgenomen wordt? Ja, waarschijnlijk. Waar komen die geruchten vandaan? Ik heb eindelijk een insider hier. Waar halen mensen dit vandaan? Waarschijnlijk Twitter. Gewoon de PR-afdeling van Nintendo die dan een nep-account aanmaakt en dat dan in de wereld gooit. Nee, er was dus... na de afgelopen week is natuurlijk een Nintendo Direct geweest. En er was één Twitter-account die had alles wat in die Nintendo Direct zat, hadden ze dus een maand geleden blijkbaar al voorspeld. Ja, klopt. Dus dat was best wel vaker, ja. Dat was best wel indrukwekkend. Die had het dus ook over een Wind Waker HD remaster. Nou, ik weet wel dat Mario Kart 9 heel lang de ronde deed. En uiteindelijk is dat dan een soort Mario Kart 9 in Mario Kart 8 Deluxe geworden. Ja. Als we toch deze korte onderbreking maken bij de Nintendo Direct. Mario Strikers is terug, jongens. Mogen we daar even stilstaan. Eventjes gewoon vieren. Ja, dankjewel. Wordt dat ook een open world game? Ik hoop het. Ik hoop het, maar ik denk het niet. Maar hij heeft wel open world elementen. Namelijk, hij heeft RPG elementen in dat je gear kunt gaan upgraden. Dat is ook wel iets wat ik bij open world games standaard... Mario was echt een dikke commando, man. Met zo'n vizier bij zijn oog en alles. Ja, precies. Maar dat heb je bijvoorbeeld ook in... Fallout zit dat ook. Dat je allerlei natuurlijk outfits kunt upgraden. Overal stats aan kunt gooien. Dat is wel een kenmerk van open world games doorgaans, toch? Nou, niet... per se. Breath of the Wild heeft ook. Ja, maar... Ik dat ze die mechanics in Breath of the Wild en Mario Strikers gaan doen. Dat je zeg maar aan het voetballen bent en dat in één keer je schoenen kapot gaan. Dat gewoon bij elk schot moet je nieuwe schoenen pakken. Nee, maar je hebt het dan over open world RPG's eigenlijk. Want niet iedere open world game is ook een RPG. Waar gear belangrijk is. GTA. Ik denk de meeste open worlds waar we nu over praten, dat zijn dan vaak de Assassin's Creed, The Witchers, noem het maar op. Dat is vaak wel inderdaad, open wereld gaat vaak hand in hand met RPG-elementen in ieder geval. Ja. Het hoeft niet een full-blown RPG te zijn. Maar er zitten in ieder geval elementen in. En zijn de skill trees, zijn de levels omhoog, de gear die je kan upgraden, noem het maar op. Ja. Ik kwam echt niet door The Witcher 1 trouwens. Door The Witcher 3 niet? Nee. Oh, nee. Ik moet hem nog steeds spelen, maar ik wacht al 10 jaar op die next-gen upgrade. Oh ja, die komt nu waarschijnlijk april, mei zoiets. De tweede ja, maar Cyberpunk komt dus ook uit de komende anderhalve maand. Ja. Wacht even, we moeten even terug. Thomas vindt The Witcher 3 een kut game. Roland houdt van The Witcher 3. Dit wordt een leuke discussie. Ik vond het fijn dat je paarden kon slaan. Dat was een pre. Dat vond ik fijn. Verder, ja, ik weet niet. Wat vond je niet fijn aan The Witcher 3? Wat, thema aan Oblivion, denk ik. Wat heb je tegen Oblivion? Het is te oud. Het is gewoon outdated. Oblivion is gewoon iconic. Alleen al vanwege de NPC's.
Oh mijn god. Nee, maar het zijn echt hele goede open world games. Ja, maar ik vind het net iets te open world. Zeg maar, je hebt open world en je hebt zeg maar open world van hier. Ga maar doen waar de fuck je zin in hebt. En, ja, maar dat is toch Minecraft ook, Ja, ik wou net zeggen, dat is toch Minecraft? Minecraft heeft ja, dat juist. Ja, maar Minecraft is juist voor je zo goed, omdat je zoveel mogelijkheden hebt en zoveel kan uitbreiden. Ik bedoel, als je naar bijvoorbeeld een Hypixel kijkt... Hypixel, dat moet je even uitleggen bij ons. Jij zit veel meer in de Minecraft-wereld dan wij natuurlijk. Wij zijn allemaal Minecraft-boomers, hoor. Nee, maar dan heb ik het puur over servers. Zeg maar, je joint een server en... Het is een beetje net als Garry's Mod, in die zin. Gewoon, je hebt alles. En dat maakt het voor mij gewoon de beste. Ja, nee, ik snap wel wat Thomas bedoelt inderdaad. Minecraft die biedt wel veel meer vrijheid en creativiteit dan wat je in een gemiddelde open wereld game hebt. Daar heb je net wel de vrijheid om te doen wat je wil. Dus je kan missie A, B, X, Y, Z doen en de volgorde kan je zelf bepalen. Maar Minecraft is letterlijk, ja, je kan alles weghalen, bouwen en alles wat ertussenin zit, zeg maar. Ja, nee, dat is wel waar. Ja, je hebt natuurlijk ook nog voorzien. Ja, ik weet dat er een service toen ik vroeger nog Minecraft speelde. In 2010. Toen nog in beta zat in ieder geval. Een van de dingen die ik daar toen altijd in deed, was zo'n Pokémon server, dat je gewoon Pokémon kon vangen en dergelijke. Ja, Pixelmon heet dat. Ja, dat vond ik fantastisch. Ja, dat is er nog steeds. Dat is leuk. Echt? Ja, heb ik toevallig vorig jaar heeft een maat van me de server erin gehad. Heb ik ook even meegespeeld. Dat is wel leuk. Yeah. Waarom moet je overal Pokémon bij betrekken? Wat? Daar komen we later in deze podcast nog wel terug, als we het gaan hebben over wat hebben we deze week gedaan. Maar daar zijn we nog niet. We zijn natuurlijk nog bij de open world games. Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen, kijk, toen ik wist dat Thomas in de podcast zouden krijgen, wist ik al, dit gaat waarschijnlijk een beetje chaotisch worden. En dat is helemaal goed. Nee! En dat is helemaal dat is alleen prima. Maar goed. Weet je, een keer een chaotische podcast mag ook. Ik bedoel, we zijn bijna bij nummer 50. En bij nummer 50, ja, dat we het wel een beetje speciaal doen en dergelijke. Nou, hebben we ook even een keer de goede chaos gehad. Maar goed. Of chaos. Ja. Thomas' favoriete open world game is dus Minecraft. Roland, wat is die van jou? Ik vind dat lastig. Nee, je moet er gewoon één kiezen. Ik moet er één kiezen. Oké. Okay. Mag ik twee antwoorden nee, geven? Nee, je moet er één kiezen. Nou, maar eentje is een erkenning, maar dat is een game die ik niet veel gespeeld heb. En de ander, dat is waarschijnlijk mijn favoriete open world game. Mijn vraag is, wat is je favoriete open world game? Oké, nee. Een favoriete open world game is Red Dead Redemption 2. En dat heeft er simpelweg eigenlijk gewoon mee te maken met hoe die wereld is opgebouwd, hoe het leeft, hoe je door die wereld beweegt. Ja, ik weet dat je een heel erg grote hekel hebt aan de movement, Luke. Die rant, die hebben we al vaak genoeg gehoord. Ik haat maar... Red Dead Redemption 2. Ja. Ga je ze slaan? Thomas, ik heb hier een verhaal voor zo meteen, dat wil je niet weten. Ja, Luc heeft daar een heel goed verhaal over. Ja, okay. Maar het punt met Rockstar is dat het zulk gedetailleerde open world games kan maken. GTA zit bijvoorbeeld ook bomvol met detail. En Red Dead Redemption 2 weet dat ook over te brengen. Het is een gigantische wereld die echt... waarvan je echt het gevoel krijgt dat het leeft. Ja, dat het echt een levende wereld is. En dat vind ik wel echt een... cruciaal onderdeel van een open wereld game. Ja, de wereld die moet wel daadwerkelijk leven inderdaad. En dat doet Red Dead Redemption 2 inderdaad heel goed. Dat kan ik niet ontkennen. Dat is inderdaad fantastisch. Die wereld die leeft zelfs zo goed dat als je bijvoorbeeld, I don't know, eventjes naar het postkantoor gaat om daar je bounties af te betalen en je paard buiten laat staan. Dat hij dan per ongeluk door een trein geschept kan worden en vervolgens zo in de trein glitcht dat hij nooit meer terugkeert en je vervolgens geen paard meer kan hebben in een fucking grote open world game, waardoor het je hele game verpest is voor je na 45 fucking uur. Klinkt wel iets alsof dat in het echt ook kan gebeuren. Ja, it happened. Ja, ik heb de eerste twee uur van die game gespeeld, maar... dus ja. Ik heb even opgezocht wat nou een open world game is. Is Mario Odyssey een open world game? Nee, vind ik niet. Super Mario Odyssey heeft namelijk wel gewoon levels. Het zijn hele open levels, absoluut. Maar een open world game zou ik het toch zeker niet geven. En dat is juist doordat niet alle levels zeg maar gewoon in dezelfde map vastzitten. Hetzelfde als dat Pokémon Legends Arceus geen open world game is, omdat je daar ook in verschillende gebieden rondtastelt. Ja, net precies. Als Monster Hunter Stories 2, die heeft precies hetzelfde probleem eigenlijk. Of nou, probleem is het eigenlijk niet. Dat is prima, maar ja, daar valt het daar niet onder.
denk ik. Dan heb ik bij deze website weggeklikt. Klopt. Ergens is dat wel een discussie waard natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld Metal Gear Solid 5 is eigenlijk ook wel meerdere levels, maar het is wel enigszins open world. Dus ja. Lastig. Ik denk dat als we over open world praten, dat de meeste mensen, ook de mainstream gamers, dan het eerst denk ik toch wel GTA naar boven krijgen. Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat, nou ja, GTA is, zeker GTA 5, is al zo vaak verkocht. Volgens mij heeft iedereen die game 3 keer liggen. 2 als onderzet is en 1 om daadwerkelijk te spelen. Ja, inmiddels is de game uitgeroepen tot de best. Klopt dat wat ik zei? Ja, inmiddels heeft hij 160 miljoen exemplaren verkocht. Sinds deze week. Oh, de kleren. Ja, het is echt belachelijk hoeveel die verkocht wordt. Ja. Maar goed, dat is dus wel echt gewoon één groot level waar je gewoon van A tot Z, links, rechts, boven, beneden, kun je uren rondrijden zonder dat je een laadscherm of wat dan ook, een muur, wat dan ook, tegenkomt. Vorige GTA's deden dat soms wel anders, dat sommige gebieden natuurlijk afgebakend werden totdat je een bepaald punt in het verhaal bereikt had, waardoor je weer verder kon. Maar ik denk dat in ieder geval dat als we hier spreken over open wereld, is het gewoon één zo groot gebied waar je gewoon lekker, los kunt gaan. Om het waar je gewoon kan gaan en staan waar je wil. Precies. Restricties. Ja. Ik zit nou eens te kijken naar welke games het meest verkocht zijn. 7 van de top 10 zijn Nintendo. Ja. Ja. Dat is best crazy. En nummer 1 is Minecraft. Ja. Ja. 238 miljoen mensen zijn bij me eens. Ja, iedereen is 3 keer zijn account kwijtgeraakt en heeft het toen opnieuw moeten kopen waarschijnlijk. Door de overname van Microsoft destijds, dat zou heel goed kunnen inderdaad. Nee, maar nemen ze ook de Xbox Game Pass cijfers dat mee? Dat denk ik niet, maar ja, dat is maar 25 miljoen. Maar ik moet wel aansluiten bij wat Thomas zegt. Want als je zo kunt leven in zo'n open wereld, gewoon echt het gevoel dat je volledig daarin verzwolgen wordt, dan is dat dus wel een element wat van een open world game in mijn ogen, dat ik echt het gevoel heb alsof ik ertussen leef met mijn personage, als wie ik dan speel. Horizon Zero Dawn, dat ik dat bijvoorbeeld heel erg het gevoel mee, om eventjes het balletje naar de Nederlandse randje te geven. Nou, die wou ik sowieso nog opgooien zo. Ja, al moet ik zeggen, dat is ook wel weer een open world game. Dat eerste deel dan, vind ik, is dan weer een open world game waarvan ik sommige dingen wat minder goed vind. Namelijk dat de map van die eerste game, daarin is de legenda bijvoorbeeld. Je kunt niet dingen uit of aanzetten. Dus geloof ik later wel ingepatcht, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat is zoiets had ik gehoord. Sowieso met de Frozen Wilds DLC hebben ze toen een heleboel dingen al heel goed aangepakt. Klopt, ja. Maar doordat je dat in eerste instantie niet kon uitzetten als het ware, was het ineens zo. Ja. De map was zoveel clutter met alle kampvuurtjes die er zijn, waar je naartoe kunt fast travelen. Wat gewoon echt op een gegeven moment was het gewoon senses overload. Je zag alleen maar icoontjes en gewoon niet meer wat de hel je aan het doen was. Op de map. Dus dat is wel een van de mindere delen aan een open world game in mijn ogen. Een te volle map. Ja, maar als jij Horizon al aanhaalt met te veel icoontjes, dan moeten we toch even terugschakelen naar Ubisoft, want die is daar toch heer en meester in. Zeker met de nieuwe Assassin's Creed. Je kan zeg maar een open wereld game hebben die lang is. Je kan ook een open wereld game hebben die te lang is en te veel content heeft. En daar heb ik heel erg het probleem gehad met de nieuwe Assassin's Creed zijn een beetje die RPG kant op gegaan. Je had eerst dat je Origins, die speelde zich af in Egypte. Die vond ik heel tof. Toen had je Odyssey in Griekenland. Daar had ik al een beetje die vermoeidheid op den duur van god, het is nog niet afgelopen. Blijf maar doorgaan. Valhalla ben ik nu, ik denk 15 of 20 uurtjes heb ik daarin gespeeld. Oh, jongen, man. Ik was er helemaal klaar mee. Rookie numbers. Ik was er gewoon klaar mee. Ik had echt het gevoel dat ik dezelfde game opnieuw voor de derde keer aan het spelen was. Ik heb 120 uur in de Assassin's Creed Valhalla zitten. Ja, ik snap dat niet. Ik was na uur 80 ben ik zeg maar afgestapt van mijn completionist stijl. Ik ga elke area gewoon, zeg maar elk district. Je kunt de game is opgedeeld in districten daar die allemaal eigen verhalen hebben. En dus ook vol zitten met allemaal collectibles. En na uur 80 dacht ik wil nou gewoon naar het einde van de game. Want nu is het echt helemaal overdreven aan het gaan en ten door aan het slaan. Dat heb ik nu al dus. Ja, en ik snap dat. Ik kan het echt wel snappen. Ja, maar ik moet wel bij zeggen, ik ben wel een gamer die het verhaal wel belangrijk vindt. En een story motiveert mij wel om door te spelen. En als dat dus ontbreekt en er heel veel vulling tussen zit, waarvan ik het gevoel heb, ja, dit heb ik niet nodig. Ik doe nu een missie die ik ook had kunnen skippen. Dan raak je mijn interesse wel vaak kwijt. Ja, maar is dat een essentieel onderdeel, denk jij, voor een goede open world game? Een goed verhaal?
Niet alleen open wereld. Ik denk dat voor de meeste games is een goed verhaal als rode draad. Die helpt je toch om zo'n open wereld in ieder geval een beetje te verkennen, zeg maar. Je houdt toch een beetje je hand vast. Ja, precies. Maar ik bedoel nu specifiek open world games. Denk je dat dat een vereiste is of valt dat mee? Het is geen vereiste, maar voor mij persoonlijk vind ik het wel een belangrijk aspect. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Ja. Ik heb juist het tegenovergestelde. Ik weet niet. Een story boeit mij nooit zoveel. Daarom denk ik ook dat Minecraft mijn nummer 1 is, want er zit nee, precies. Story in. Maar bijvoorbeeld Wind Waker, ja, de main story is heel goed. It's my favorite, ever. Ja. Putting it out there. Maar de shit ernaast vind ik leuker. Als in de random eilandjes waar je fucked up figuurtjes tegenkomt, waar je denkt van, wat ben jij? Of dat je een of ander kut proces moet doen waar je 30 boompjes water moet geven. Dat je denkt, waarom? Maar als je het hebt gedaan, is het wel, dan denk je wel van, hey, ja, dat is nice. Maar hetzelfde met Breath of the Wild, met die Korok Seeds, ja. Ja, exact. Niemand heeft Breath of the Wild ook opnoemen, ja. Nou, de Korok Seeds zijn echt wel de grootste bedrog wat er ooit in een open world game gestopt. Schijnding. Je krijgt letterlijk een schijnding. Golden poep, dat is wat je krijgt. Gouden poep, als je ze alle 900 hebt verzameld. Dat je ook echt denkt, wat de hel. Ja. Breath of the Wild is wel echt zo'n game die qua verhaal, nou ja, vind ik persoonlijk, maar het is... Vind de Champions of zo was het volgens mij. En uiteindelijk moet je iemand bevechten. Dat is in principe het verhaal. Ja, je moet gewoon Ganon verslaan, punt. Ja, maar het is vooral die sfeer en inderdaad de interacties en de gameplay die Breath of the Wild zo goed maken. En waardoor die game nog steeds zo hoog aangeschreven staat. Maar dat is wel tegendraad met wat je net zei dan. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Dat zegt dat het niet cruciaal... Een goed verhaal is niet cruciaal voor een goede open wereld game. Ik vond Breath of the Wild persoonlijk wat minder, omdat ik dus een beetje een goed verhaal miste. Daarom vind ik Horizon Zero Dawn nog steeds een hele vette game. Qua mechaniek is hij misschien niet de beste open wereld game. Maar wat Guerrilla Games wel heel goed gedaan heeft, is zowel met de hoofdverhaallijn, maar ook met alle side missions. Er zit zoveel story en diepgang in, ook in die karakters. Ik ben heel erg verbonden met hoe het met die karakters gaat, hoe hun avontuur verder verloopt. En daardoor kan ik heel makkelijk 20, 30, 40 uur in korte tijd daardoor spelen, terwijl ik sommige andere open wereld games, zoals Valhalla na 10 uur, zoiets heb van, ik heb het wel weer gezien voor nu. Nou, ik denk dat je daar wel een beetje de spijker op zijn kop slaat. Het verhaal hoeft niet per se fantastisch te zijn, zolang de wereld je maar gewoon opslokt. Als jij verloren wil raken in die wereld en wat er gaande is in die wereld en ja, hoe het zeg maar is om daarin te leven, dan is dat genoeg. Red Dead Redemption heeft dat ook. Die atmosfeer van het Wilde Westen, dat komt daar op en top in voor. Nou, The Witcher 3, precies hetzelfde geval. Je weet dat er een groot een overkoepelende oorlog gaande is. Jij leeft daar gewoon binnen. Je denkt van, ja, die oorlog die kan met mijn reet roesten. Ik ben bezig met iets anders. Ik ben op zoek naar Ciri. In Breath of the Wild was het ook dat ik dacht van, ja, oké, ik kan Ganon verslaan. Ik kan er nu gelijk in gaan, maar ik wil gewoon deze wereld ontdekken. En dat is... Ja. Dat is het ding, denk ik. Het gevoel van ontdekking. En dat doet Breath of the Wild zo enorm goed. En Immortals Fenyx Rising in mijn ogen juist heel slecht. Maar Immortals Fenyx Rising, die heeft echt een... die probeert dat gevoel van ontdekking, wat je in Breath of the Wild heel natuurlijk krijgt, proberen ze daarin echt wel... Ja, dat proberen zij ook te krijgen. Maar het voelt heel erg geforceerd elke keer. Maar dat heb ik sowieso met games die heel veel story hebben. Ik bedoel, als je dan puur naar Zelda kijkt, bijvoorbeeld... als je Breath of the Wild bijvoorbeeld naast Ocarina of Time legt... In principe, al zou je bijvoorbeeld die template op Breath of the Wild leggen... zou ik het al meteen niet meer een leuke game vinden. Gewoon puur omdat je hebt een wereld, die is interessant. Je kan heen gaan waar je wil, wanneer je maar wilt. Maar je hebt toch altijd dezelfde lijn die je moet lopen totdat om de game uit te spelen. Dat is wat Breath of the Wild juist zo goed doet. Het is van, ja... Of je nou daarin gaat of daarin gaat, balt mij niet als je die lul maar verslaat. Dat vind ik juist leuk. Ja, dat is wel waar. Dus je kan op elk moment kan je natuurlijk richting dat kasteel gaan. Ja. Ja. Ja, dat ik heb Ganon uiteindelijk verslagen met een mop. Heel ziek. Ja, je had zo'n mop, zo'n bezem. Daar heb ik Ganon mee in elkaar geslagen. Jesus. Ik had letterlijk midden in die battle, ik had echt nog echt minimaal HP en mijn fucking wapens waren allemaal kapot en ik had alleen die mop nog. Maar het werkte. Thomas, in die game wel, dan moet ik toch even weer terugkomen naar iets wat jij eerder zei, namelijk paarden. In Breath of the Wild, dat eindgevecht is wel ter paard. Ja, vreselijk.
Dat kan ik er niet over zeggen. Wat is jouw, van waar deze afkeer tegen paarden? Laten we daar, dat wil ik ook nog wel eventjes weten. Dat is een groot mysterie. Ten eerste, in Breath of the Wild kunnen de paarden dood. Dat ja, alles kan dood in Breath of the Wild. Ja. Nee, ik moet zeggen, mijn haat voor paarden is eigenlijk naar boven gekomen in Far Cry. Waarom? I don't fucking know. Maar ja. We ook gelijk even een franchise. Ja, ja. Dit was, nee, dit is de eerste battle van X-Gen Battle Season 4. Daarin in Far Cry 6 waren we toen bezig. En Thomas heeft toen, denk ik, elk paard wat we onderweg tegen zijn gekomen in 2,5 uur stream. Heeft hij... Wie de meeste kills had, won. Je zei niet wat ik moest geven. Paarden telden niet. I don't make the rules. Nee, I do. Dus... Nee, jij ook. On the spot had hij die gemaakt, ja. Oké. Okay. Ja, laten we het daar even over hebben, Luc. We dwalen weer helemaal af. Voordat we een strik om dit topic heen doen. We hebben nu qua elementen die de beste open world game maken. We zijn het allemaal wel over eens, denk ik, dat de wereld moet leven. Ja. Behalve ja. De paarden. Die moeten dood. Die moeten dood. Je moet vrij kunnen zijn om te doen wat je wil. Te kunnen gaan gaan en staan waar je wil. Dus ook paarden vermoorden. Ja. Ja. Goed verhaal kan helpen, maar is geen essentiële vereiste. Zolang er geen paarden in zitten. En RPG-elementen dragen vaak wel wat bij, maar zijn ook geen verplichte element. Nou, met dat allemaal... Is er een paarden roleplay game? Ja, dat is Horse Simulator, geloof ik. Echt? Ja, natuurlijk. Dat is een klassieke map, ja. Horses met een Z op het eind. Dat is echt een klassieke. Hey, is er niet iets van een Untitled Horse game? Dat zou top zijn. Nog niet. Ik denk dat we gat in de markt hebben gevonden. Je hebt wel Ultimate Chicken Horse. Nee, ja, dat is waar. Ja. Maar dat is niet het paard de ster van de show. Nou ja, die sterft ook wel vaak genoeg. Nou, dat is waar. Oké, jongens, voordat we helemaal dit topic afronden, met die drie dingen die we dus in het achterhoofd hebben van wat een goede open world game maakt, wil ik nog even een leuk experiment doen. Ik heb namelijk ooit voor XGN, een paar jaar geleden, de lijst geschreven met de top 10 beste open world games ooit gemaakt. Oh, damn. Oh, boy. Ja. We gaan deze lijst doornemen van 10 tot 1 en dan kunnen we daarna debatteren of jullie het eens zijn. Ik weet nu al welke game er ook tussen staat en welke game ik niet leuk vind. Deze lijst is door jou gemaakt, toch, Luc? Ik heb hem namens X-Gen geschreven, ja. Oké, de vraag 2. Is Pokémon open world? Nee, Pokémon is niet open world. We kunnen straks ook de lijst doornemen met beste Pokémon games ooit gemaakt. Nee. Lekker mijn gal spuwen. Okay. Beste Pokémon games, er bestaan geen goede Pokémon games. Nee, precies. Let's Go Pikachu was heel leuk. Heart Gold, Soul Silver, allerbeste. Dat is gewoon Pokémon Go. Oké, op nummer 10 in deze lijst staat Ghost of Tsushima. Roland, ik weet dat jij groot fan bent van deze game. Dus, ja, ik ben een heel groot fan van deze game. Ik vind het ook een hele goede open world game. Enigste wat ik een beetje wel heb met de game is dat de wereld leeft wel echt. En je wordt daar inderdaad met ook nog een goed verhaal word je daar ingedropt. De wereld voelt af en toe een beetje groot. En op sommige vlakken... Ik had op sommige vlakken, gebeurt niet heel vaak, maar dat ik af en toe een beetje zo'n... Ja, leeg gevoel had. Ja, precies. Ik snap te veel ruimte, te weinig invulling. Ja, ik snap dat wel, maar ik weet niet, was jij heel vaak... Ik was heel vaak te paard in Ghost of Tsushima. Je paard is daar gewoon echt je vaste rechterhand, als het ware. Ja. Oh, Thomas is left the podcast, jongens. Thomas is beginnen gelijk slecht met deze lijst. Ja. Nee, ik heb gewoon heel veel te paard gedaan. Sorry, Thomas. Maar ja, nog steeds waren er wel momenten dat ik dacht van, oké, maar weet je, als je die wereld iets meer condenseert, dan is het echt perfect. Het is echt een nitpick in dit geval, hoor. Ben je sindsdien teruggegaan naar Iki Island ook, in die uitbreiding? Ik heb die uitbreiding dus wel gekocht, maar ik ben nooit naar Iki Island gegaan. Die is dus juist precies wat je zegt, die is een stukje compacter. Die heeft juist dat compact element daarin zitten. Dus ik denk dat je die dan nog wel eventjes moet gaan checken. Want dat is... Ja, ik denk dat die... Het probleem was een beetje... Destiny 2 kwam met nieuwe content. En toen was het van... Oh,
Waar gaat Destiny over? Ik heb dit nooit gesnapt. Iedereen Destiny is veel te luister, als je daar nu nog we gaan het niet hebben over Destiny 2. Thomas, ik wil dit na de podcast best uitleggen. Ik heb lore-video's gekeken. Elke keer voordat er een uitbreiding uitkomt van Destiny 2, kijk ik alle lore-video's nog een keer met het verhaal. Daarna stap je er nog om weer in te stappen. Maar het heeft ook echt verhaal. Ja, en die lore-video's zijn 3 uur lang per stuk. Dus daar gaan we het niet over hebben. Nummer 9 op de lijst. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Games die ik gewoon nooit gespeeld heb. Maar, ik heb deze ook nooit gespeeld. Deze ligt volgens mij nog ergens in mijn kast. Oh, ja, hier hebben we dus die eerdere discussie van... Ja, is het wel echt een open world game? Omdat je dus eigenlijk meerdere open world levels hebt eigenlijk. Mm-hmm. Waar je ook naar terug kan keren en weet ik wat. Ik zou het wel omschrijven als een open world game. En ik vind eigenlijk dat hij een beetje laag op de lijst staat. Nou, er zijn nog genoeg andere games die hier voorbij komen. Weet je wat het fantastische is van Metal Gear Solid 5? Vertel. Is dat je echt ultieme vrijheid hebt om de meest belachelijke onzin te doen. Ja, dat klopt, ja. Het is echt... Yeah. Ik weet dat je een hekel hebt aan paarden, Thomas. Maar wat je kan doen, je hebt zeg maar een paard als companion. Kun je op je paard zitten. Met dat paard kun je op de weg schijten. En dan als er een jeep aankomt, dan glijdt die weg over die schijt de berm in. Oh, dat is wel funny. Het is een Kojima game, dus die shit is echt fucking... Was dit niet die ene game met... Dat, in de intro was er in één keer een vliegend fucking... Was het een paard? Nee, ik denk dat je Death Stranding voor je hebt. Daar heb je ook vage vliegende beesten. Wel van dezelfde maker. Dat was zo'n vliegend paard die in de fik stond. Oh, dat is in de intro sequence. Ja, klopt. Ja, dat is die game. Dat je aan het vluchten bent en dan word je achterna gezet door een gigantisch in de fik staande paard. Ik heb de playthrough van PewDiePie gekeken tot dat punt. Toen had ik zoiets van, ik heb volgens mij ook ooit een keer wat gezien, want dit herken ik ook. Ik heb die game nooit aangeraakt heb. Ik heb dit dus wel gespeeld, maar ik heb die game ook niet lang genoeg doorgespeeld, omdat ik super slecht ben in stealth games. Daar kan ik gewoon echt totaal niet over. Dus daar was ik ook heel snel oud. Maar dat is dus wel het punt van Metal Gear Solid 5. Ik bedoel, Metal Gear Solid is natuurlijk van oorsprong een stealth game. Maar Metal Gear Solid 5 kun je echt... En dat is dus echt waarom het een hele goede open world game is. Je kan alles op je eigen manier aanpakken. Je volledige vrijheid daarin eigenlijk. En dat maakt het dan ook alweer heel leuk. Oké. Op nummer 8, Fallout 3. Nooit gespeeld. Ja, dit is een onderwerp die ik wel vaker genoemd heb, Bethesda Games. Ze worden al de hemel ingeprezen. Over het algemeen vind ik Bethesda Games te houterig en daardoor trekken ze mij gewoon niet aan. Vind ik Fallout van de Bethesda Games nog de leuker. Ik weet dat de andere serie zo meteen nog wel aan bod komt. Maar Fallout is ook open world. Ja, Fallout is zeker. Fallout is heel erg open world. Fallout is dan wil ik een honorable mention bij Minecraft toevoegen. Zeg het. Fallout 4. Ja. Dat was fucking goed. Ik heb Fallout 3 dus nooit gespeeld. Alleen Fallout 4. En Fallout 4 vind ik echt fenomenaal fantastisch. Ja, same! Ja. Precies hetzelfde. 100.000%. Ik vond Fallout 4 jullie leuk. Jullie allebei gaan Fallout New Vegas spelen. Dat ja. Is... In ieder geval qua verhaal is dat echt wel de tofste. Heeft Fallout New Vegas Diamond City Radio? Ik heb geen idee. Ik wou zeggen, Fallout 4 heeft gewoon The Wanderer, dat nummer waar ik constant gewoon op repeat aan had. Stop, anders krijgen we claims. Oké, terwijl Roland een mental breakdown heeft, gaan we door naar de nummer 7 op deze lijst. Dat is Red Dead Redemption 2. Te hoog, ja, wat te ik laat net zei, op de ik lijst. Heb hier, 2 uur van gespeeld, 3 uur denk ik. Ik vond het zo reet traag. Het is echt... Kijk, in plaats van dat je... Assassin's Creed. Noem ik even weer de boeman in de groep. Ja. Assassin's Creed. Als je daar op je paard rijdt. Weer het paard. En je loopt door de wereld heen. En je hebt resources nodig. Dan heb je takkies en stenen, weet ik veel. Als ik daar langs rijd, druk ik op... Nou ja, bij mijn PlayStation op driehoekje. Of driehoekje, vierkantje. Heb ik het in mijn inventory zitten. Bij Red Dead Redemption. In ieder geval in de eerste 2 uur. Dan heb je dat... dat stukje dat je in die cabin bent. En dan moet je dus volgens mij eten pakken of zo. Ja. In plaats van dat ik gewoon langsloop, ik druk op het knopje. Nee, ik moet bukken. Ik moet het deurtje open doen. Ik moet het blikje pakken. Blikje moet in mijn tas. Travel stop animaties.
Het is zo saai en traag, man. En ik was er zo klaar mee al na 3 uur. Ik heb het nooit weer opgestart. Nou, ik was er dus na 40 uur en nadat mijn paard dus sneuvelde op de meest knullige manier ooit. Toen was ik er helemaal klaar mee. Maar ik geef nog steeds wel toe dat Red Dead Redemption een fantastische open world game is. Ik hou ook wel van dat western sfeertje, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus dat hielp ook wel mee. Ik vind plek 7 ben ik volledig mee eens. Ik denk dat Roland er niet mee eens is. Ik weet het vrij zoutjes al. Ik weet het er mee eens. Je hebt zelf die lijst gemaakt. Dat is dus hel. Dat betekent niet dat alles op de... Oké, laten we deze mythe uit de lucht helpen. Dat iets, zeg maar, dat een lijst geschreven is door mij of door iemand anders van XGN, betekent niet per se dat het mijn persoonlijke voorkeur is. Dit is wel op basis van gedane research en overleg met de redactie ook. Nou, vooruit. Oké. Ja. Ik keur het goed voor deze keer. Hoe staat Red Dead Redemption dan op plek 7? Omdat jij er nog niet waarschijnlijk bij de was jij er toen nog niet. Oh ja, nee, dat verklaart een hele hoop, ja. Op nummer 6 namelijk. Roland, jij wil dat hij hoger staat, neem ik aan? Ja, absoluut. Ja? Oké, welke plek zou hij moeten krijgen volgens jou? Nou, zeker top 3. Top 3? Nou, dan ga jij... Oké, Roland die zakt door de grond zo meteen. Op nummer 6 staat Minecraft. Oh. Nou, hij staat er dus wel tussen. Dan is het dus wel een open wereld game. Ja. Thomas, klopt. Ja. Nu is er geen twijfel meer mogelijk. Ja. Ja, dit is top. Ja. Dit is alsof je op de diplomering van je kind komt. Dit is gewoon recognition die gewoon deserve. Eindelijk de erkenning die verdient. Eindelijk de erkenning voor dat blokjespelletje. Minecraft is wel tof hoor. Het doet gewoon zijn eigen ding. Het is gewoon een eigen genre aan zich, vind ik eigenlijk. En, ja, dat is ook een beetje. Ja, dat hij ertussen staat, ik snap het. Ja, maar Minecraft is hier veel meer dan alleen een open wereld game. Ja, kijk, het mooie van Minecraft vind ik ook dat het eigenlijk een nagenoeg oneindige speeltijd heeft. Je kan eindeloos in die wereld rondbanjeren en dat maakt het ook gewoon heel goed. Ja. Een goed voorbeeld daarvan is een streamer, Filza. Die is bekend geworden omdat hij na 6 jaar in zijn hardcore-wereld... Een hardcore-wereld is zeg maar dat je, als je dood bent, dan verwijdert hij de wereld. Ja, precies, ja. Dus na 6 jaar in die wereld is hij dood gegaan. En die ging toen helemaal viral. Maar dat is... 6 jaar! Maar dan ga je ook huilen. Fucking game spelen. Ik zou huilen, ik zou nooit meer de controle aanraken, denk ik. Ja. Ik vind het ook echt jammer dat Minecraft niet... uren bijgehouden heeft. Ik denk dat ik echt met helemaal de cholera zou schrikken. Ja. Kunnen ze wel mooi mee flexen bij Microsoft. Ja, jongens, ik ga ook eventjes schrikken. Ik zie namelijk de nummer 5 en nu weet ik wanneer deze lijst... Ja. Voordat we naar plek 5 gaan, hebben wij nog niet iets anders te melden op deze podcast? Jazeker. Goed dat je me eraan herinnert. Deze XGN-kast is namelijk voorzien van een sponsor. Hij is gesponsord door MSI en daarover hebben we nu een bericht. Deze XGN-kast is mede mogelijk gemaakt door de MSI Stealth GS77. Een lekker dunne gaming laptop die voorzien is van een fantastische performance. Van 2D-based indie games tot AAA-games, de Stealth GS77 kan het allemaal en dat ook nog eens op de hoogste settings. Het heeft te maken met de kracht van de 12e generatie Intel Core i9-processor en de Nvidia RTX 3080 Ti grafische kaart. Tel er bij de Cooler Boost 5 een flinke SSD en een grote accu bij op en je bent overal voorzien van een kwaliteit gameervaring. Check snel de link onder deze podcast om je gameervaring naar het volgende niveau te tillen. En dan gaan we nu door naar nummer 5. Op nummer 5 staat Assassin's Creed Valhalla. En dat dateert deze lijst misschien toch al wel een beetje. Want deze lijst is geloof ik vrij recent geschreven nadat die game uitkwam. Toen we nog helemaal in de hype daarvan zaten. En daardoor is die op plekje 5 beland. Wat zie ik hier? Ja, 26 april is Assassin's Creed Odyssey uit de lijst gehaald en vervangen voor Assassin's Creed Valhalla. Oh. Hele slechte keuze, want ik vond Odyssey leuker. Oh nee, ik vind Valhalla vele malen leuker dan Odyssey. Nee. Ik vind Valhalla ook leuker dan Valhalla Odyssey. Valhalla vele malen leuker. Dat een Ubisoft game in deze lijst staat, is echt... Nou, dat vind ik nog wel terecht. Zij hebben wel geholpen met het creëren van hoe we de hedendaagse open world games kennen. Ik heb nog nooit Assassin's Creed gespeeld. Nou, ik zou ze ook niet hoeven... Je hoeft ze niet te spelen. Ik zou gewoon die Ezio-trilogie erbij pakken. Black Flag was fucking sick. Ja maar kijk, oké, dit is de discussie die ik altijd heb met mensen. Black Flag is een hele goede piratengame. Black Flag is een afschuwelijk slechte Assassin's Creed game. Dat is 100% juist, maar... Ja. Toch is het de beste Assassin's Creed game... omdat het zo'n fantastische piratengame is.
Nou, Love ik ben Pirates. Het er niet mee eens. Brotherhood blijft de beste Assassin's Creed game. Nee, dat vind ik dus Assassin's Creed 4. Maar het beste open world game van de Assassin's Creed games vind ik Assassin's Creed Valhalla toch wel op. Vind ik oprecht. En dat is vanwege de verbeterde focus op de RPG-elementen. Dat er daadwerkelijk wel bizar veel content zit. Waaronder ook echt wel hele leuke missies. En vooral zijn missies. En dat de keuze die je maakt ook daadwerkelijk nog wat bij kunnen dragen aan het einde van het verhaal. Vind ik ook wel heel erg toepasselijk en goed gedaan in Assassin's Creed Valhalla. Het is ook niet voor niets natuurlijk dat ze die game zo lang ondersteunen dat hij nu weer een extra uitbreiding krijgt. Die ook standalone uitkomt, de Dawn of Ragnarok. Maar ik zie dat Roland het niet eens is. Ja, nee, ik heb überhaupt meer issues met open world games van Ubisoft. Of meer zeker hun moderne open world games, ja. Ja, het is ook een beetje de obsessie om iedere franchise die ze hebben open world te maken. Ja, dat is wel een dingetje. Ja. Splinter Cell was niet open world. Nee, godzijdank niet. Als ze dat zouden doen, dan... Oh. Maar werd dat ze de afgelopen, hoe lang is het, 10 jaar dat de laatste game uitgekomen is, dat ze 10 jaar hebben nagedacht, hoe kunnen we Splinter Cell open world maken? Dat ze er na 10 jaar gewoon nog steeds niet uit zijn. En dat ze nu maar bedacht hebben, nou, laten we dan maar gewoon de eerste game opnieuw maken. Ja, exact. Wanneer komt nou de open world functie van Just Dance, jongens? Kom op. Dat is wel een goeie. We krijgen een soort metaverse Just Dance combinatie. Ja, Just Dance, metaverse. Open world. Gewoon inderdaad werkelijk een nachtclub. In VR en alles. Ja. Jongens, op nummer 4. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Oh, dat hij op 4 staat. Op 4. Ja, dat vind ik laag. Laag? Tenminste, ja, ik zou... Kijk, als je kijkt naar hoeveel critical acclaim en hoe populair die onder de gamers, zeg maar, is, had ik hem hoger verwacht. Ik vond Breath of the Wild leuk, maar wat ik zei, ik ben wel iemand die het verhaal ook belangrijk vindt. En als je dat een beetje mist, dan staat hij voor mij wat lager op het lijstje. Ik denk... Maar ik snap dat hij ertussen staat, laten we het zo zeggen. Ja, ik snap ook dat hij ertussen staat. Sterker nog, ik wist dat hij ertussen stond, want ja, ik heb hem geschreven. Kijk, de reden waarom dat deze, zeg maar, een van de redenen die ik ook aanhaal, waarom dat hij wat lager hier staat. Ik denk dat we allemaal collectief Breath of the Wild iets te veel met een roze zonnebril zien, want er zaten echt wel elementen in die niet zo fantastisch waren, zoals dat je wapens constant breken. Dat is echt... Ja, nou, maar wat ik zeg, ik vond hem leuk, maar ik... Al die tienen vond ik wel een beetje overdreven. Nou, kijk, het punt is met die mechanics die je opnoemt, weet je, wapens die constant breken, dat soort dingen, volledig met je eens, dat is gewoon een nare mechanic, dat werkt gewoon niet. Of vindt iedereen dat zo naar? Dat is toch juist top? Oh nee, vreselijk. Nee, maar, ik wil juist mijn shit upgraden. Stel je voor, je vindt een wapen, oké? Okay? Aan het begin van de game, die is heel goed. Ja. Ja. En je speelt de game ermee uit. Ja. Dat haalt dan toch lol eraf. Het is toch juist leuk dat je elke keer weer nieuwe wapens vindt en denkt van, oh shit, deze is beter. Oh shit, hij is kapot. Dat is nice. Ja, maar als dat mid-battle dan ineens vervolgens je wapen breekt, ja, dan haat je echt gewoon... Dan ga je verder met een broom. Oh, dan haat je leven. Nee. Maar... Kijk, er zijn games waarvoor het werkt en Zelda is dat niet echt. Nee, ja, nee, eens. Wel een beetje eens. Kijk, de Zelda staat natuurlijk bekend omdat je de Master Sword hebt. En de Master Sword heb je dan vervolgens niet in Breath of the Wild, tenzij je die vindt. Dat kan natuurlijk dan weer wel. En dat is dan weer een heel goed aspect aan die game, dat je de Master Sword gewoon kunt vinden. Wat ik overigens ook denk, is dat Breath of the Wild, doordat hij gelijktijdig met de Switch uitkwam, daardoor een beetje een bump gekregen. Want iedereen zocht naar een reden om van de Switch te houden. En dat Breath of the Wild een hele goede game bleek te zijn. Ja, dat is zo 1 plus 1 is 2 als het ware. Ja, maar, true. Niet mee eens. Nee. Nee, wat dan? De Switch launchte met nog een titel die voor mij ver boven Breath of the Wild One staat. One to Switch. One to Switch is God, gewoon de pinnacle of gaming. Het feit dat die ook gewoon niet meer nieuw te kopen is, dat zegt ook wel genoeg. Wat vind je van de geruchten, Thomas, dat er een deel 2 van aankomt? Geweldig. I love it. Ja, Nintendo Switch Sports, toch? One to Switch 2. Maar wel echt met die AliExpress Mii's. Waarom hebben ze niet gewoon de Wii-versie van de Mii's gepakt? Ik zag die direct. Kijk. Ik zag die direct en ik zag die poppetjes. Ik denk, wat is dit? Oh, een Wii Sport bedoel je? Ja, die Nintendo Switch Sports, zeg maar. Waar ja, is Matt? Laten we het gewoon noemen Switch Madden? Sports. Of? Nee, Matt. Matt is die box guy die iedereen helemaal de moeder in sloeg in Wii Sport. ik heb niks gezien van hem. Waar is die? Boxen zit er ook niet in. Boxen zit er niet in. Wat een scam. Maar ik snap sowieso niet waarom ze de base... Ik wilde mijn microfoonarm aanpassen. Ik zit in een koffiemok. ik snap sowieso niet waarom ze Wii Sport
Remaster. Pak dan Wii Sport Resort. Ja. Ja. Goed ja. Punt. Goed punt. Waarom? Want Wii Sports is natuurlijk wel een titel die iedereen kent, omdat iedereen hem bij zijn Wii had. En iedereen had een Wii. Ja. Inmiddels zijn, maar, mensen ja. Switch, zijn de Switches dus beter verkocht inmiddels dan de Wii. Maar goed. Ja, nou, daarom. Echt? Ja, ja inmiddels ja. wel. Oh, maar jongens, we dalen weer heel erg af. We gaan door naar nummer 3 op de lijst. Ja, maar we hebben nog meer onderdelen te gaan van deze podcast. Ja, maar hoe hoog staat... Oh. Op 3 staat de Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, daar is die. Yo, kon je die niet op een smart koelkast spelen? Ja. Dat was wel heel lang de meme, ja. Ik vind Skyrim dus echt niks aan. Stefan, dit beginnen we dus bij jou. Ja, dit bedoel ik dus met Bethesda games. Ik ben sowieso al niet heel erg van de fantasy games. Vervolgens hebben we ook weer het Bethesda jasje met houterige animaties en weet ik het allemaal, cringe-ass dialogen en... combat en gameplay die ik ook niet echt heel geweldig vind. Dus ja, then op alle fronten... arrow to the knee. Ja, het is alleen maar memes bij Bethesda. Het is gewoon, ja... Op alle fronten is het gewoon niet mijn game. Oké. Okay. Ik vind de physics en de mechanics van Skyrim... die spreken mij echt persoonlijk aan. Ik weet niet, het heeft gewoon iets... Het is gewoon mooi, weet je? Dat je gewoon... Ja, niet alleen bij jou, er zijn een heleboel mensen die dit mooi vinden. Thomas loopt nu tegen de muur aan. Ja. Dat is toch juist top? Dat is geweldig. Ja, ze zijn teringdomme NPC's. Ja, ja. Ja, ik weet het niet. Het heeft mij nooit aangesproken. Ja, ik vond de epische schaal en hoe dat bijvoorbeeld de draken gewoon zomaar ineens door de wereld kunnen komen vliegen en ineens je paard wegsnatchen van je. Ja, dat vond ik wel fantastisch. Alle paarden snatchen. Echt een geweldige game. Roland, ja, moest die, ja. Had die hoger moeten staan, denk je? Nee, ik vind het wel een prima plek voor Skyrim. Ja? Kijk, ja, gewoon omdat er dus... Kijk, Red Dead Redemption 2 zet ik al hoger en Breath of the Wild eigenlijk ook. Jij hebt Breath of the Wild nooit gespeeld, toch? Niet, ik heb hem zelf niet, maar ik heb hem wel bij vrienden wel eens gespeeld. Okay. Ja... Old man. Nou, bij, kijk, het punt is wat... Heel even terug dan Breath of the Wild. Hoe het open world pakt, is ontzettend goed. Dat is precies hoe een open world game hoort te zijn. En Skyrim, ja, het is een beetje die standaard formule. Het doet die formule heel erg goed. En die formule die werkt. Maar je wil net even wat meer innovatie zien. Maar destijds was het innovatief. Ja, destijds was dat het. Die game komt uit 1980 of zo. 2011. 2011! Nee, maar kijk, destijds was het in 11 jaar. Maar andere games op dat lijstje, die hebben nog de open world setting en het genre eigenlijk naar nieuwe hoogtes geduwd. Dus die plaats je er dan wel boven. Ja, ben ik dus niet helemaal mee eens. Want ik vond Skyrim destijds, was zeg maar qua innovatielevel, was het wel, lag het in mijn ogen wel een stukje hoger dan dat Breath of the Wild innovatielevel bracht. Of een Assassin's Creed of Red Dead Redemption 2. Want Red Dead Redemption 2, zoals ik al ik zei... Ik denk niet per se dat Breath of the Wild innovatie was, maar ik denk dat het was meer gewoon voor de serie was het gewoon heel wat anders. Ja. Ja. Ik vond het juist dat het heel goed omging met een open world en hoe open world eigenlijk hoort en dat te het zijn, meer is. Dat compleet vrijheid. Wat? Mensen zien zelden heel erg als die lineaire dungeon game, zeg maar. En dat werd nu opeens open wereld. Ik denk dat het meer is dan dat het echt een innovatieve open wereld aan zich is. Nou ja, het had wel innovatie wat dat betreft. In dat je gewoon dat je dus bijvoorbeeld door je verrekijker moest kijken om daadwerkelijk interessante dingen te spotten. Het is niet dat het zomaar eventjes aan je gegeven werd als je een toren vrij speelde. Het is echt aan jou waren wel weer torens. En dat heeft Ubisoft in 2012 ook al. Ja, maar vervolgens. Torens werken. Ja, maar vervolgens hebben we het over de shrines. Als je die toren dan vrij speelt, die shrines die moet je zelf ontdekken. Terwijl als je een toren vrij speelt in Far Cry of in een Assassin's Creed, dan is het vervolgens van. Nu heb je nu vervolgens 20.000 dingen om te doen. Zelda zegt dus gewoon van. Oké, okay, nou, het innovatieve in Zelda is dus geen icoontjes. Nee, de ontdekkingsfactor. De ontdekkingsfactor. Ja. Dat is weet je wat ik echt leuk vond aan Breath of the Wild? Nou. Dat je uiteindelijk in je map dat je kon aanzetten dat je pad kon zien. Ja. Dat was leuk. Dat was echt top. Ik weet niet waarom, maar dat vond ik heel leuk. Nou ja, het laat wel zien hoe dat je eigenlijk als een dwaas constant door die wereld heen rent. Ja. Dat die van mij was op een gegeven moment gewoon van, oh, je hebt letterlijk alles uitgekampt.
Dat was slechts... wel leuk, want op een gegeven moment zag je ook echt op Reddit fucking veel mensen voorbij komen die gewoon tekeningen gingen maken. Ja. Dat was fucking mooi. Ik heb wel een vermoeden wat voor tekeningen, maar... Ja, alles. Zeker als het op Reddit staat. Probably a penis. Ja, echt, die kan zo wel op. Maar ja. Jongens... Om even terug te keren naar Skyrim, gewoon een hele goede open world game. Ja. Die eigenlijk niet fout met hem. In onze lijst is Grand Theft Auto 5 een betere open world game. Die staat op nummer 2. Ja, niet innovatief, maar wel gewoon zo'n tering grote game. IJzersterk. Het is gewoon het wordt niet meer niet relevant. Ze updaten op zo'n goede manier. Ja. Helemaal online. Maar dat is Rockstar. Hè? Rockstar die weet gewoon zo goed open world games te maken. Want ze doen het eigenlijk al vanaf het begin. Ja. Ja, dan op een gegeven moment word je daar gewoon een meester in. En dat, ja, maar, dat laat je niet meer los. Maar ook in alle optionele dingen die je daar kunt doen, weet je. Als jij denkt van, ik ga even darten in zo'n nachtclub of iets dergelijks. Nou, dan ga je daar lekker staan. Dan kun je daar een hele avond mee vermaken. De andere dag ga je weer auto's wassen of weet ik veel wat. Je kunt bijna alles gaan doen in GTA. Als je het maar leuk genoeg voor jezelf maakt. En dan heb je nog de minigames als de aliens bestrijden of aan de shrooms gaan. Ja. Weet je, je hebt echt alles in die game. Ik vind vooral die heist heel vet. Dat maakte voor mij online echt weer leuk of zo. Daarvoor, ik weet niet, die races en zo sprak me niet echt aan. Maar echt, dat proces van die heist vond ik echt heel sick. Ja, het feit dat die game na, wat is het, 10 jaar? 9 jaar. Ja, 2019. Ja, precies. Dat die nog steeds online zoveel gespeeld wordt, maar ook de singleplayer nog steeds opgepakt wordt. Ja. En dat die weer naar de PS5 komt nu en de Xbox Series. Dat zegt toch ook al genoeg. Ja. Ja. Ik wil er wel nog één ding over zeggen over GTA 5. Als iemand ooit denkt van, oh ja, maar Luc die heeft gewoon een voorliefde voor GTA 5. GTA 5 destijds mijn PS3 gesloopt. Dus weet je, ik heb niet per se een goede herinnering aan GTA 5 of zo. Sterker nog, ik heb het verhaal nog steeds nooit uitgespeeld. Omdat hij gewoon mijn PS3 destijds brak. Ja, maar dan moet je weer opnieuw beginnen en dan moet je zoveel inhalen. Ja. Ja, dat is dan ook weer kloot. Dit was nummer 2, toch? Ja. Ja. Op nummer 1... Is dat The Witcher 3, Wild Hunt? Ik dacht dat het Fallout ging zijn! Nee, die staat er niet in. Nee! Er zijn meer games die ik mis, maar goed, daar komen we zo wel op, denk ik. Ja, daar kunnen we zo nog wel eventjes naartoe gaan. The Witcher 3. Ja, wat ik zeg, ik heb hem nog niet gespeeld, dus ja. Ik heb hem nog altijd liggen. Oh, ik kan hem er zo bij pakken. Ik heb de GOTY Edition hier liggen in de kast. Ik heb ook de Game of the Year Edition, die heb ik gespeeld. Ik heb alleen de uitbreidingen nog niet gespeeld. Want daarvoor wacht ik dus nog steeds op de next-gen patch. De uitbreidingen zijn ook echt meesterlijk goed. Dat is hoe je DLC wil zien. Maar heb ik het verkeerd aangepakt? Ik heb zeg maar, toen The Witcher uitkwam op Netflix, heb ik de game daarna gespeeld. Is dat slim? Ik weet niet, ik vond het heel droog of zo. Ik heb een mening over de Netflix-serie van The Witcher. Die is niet per se positief. Laten we het erop houden. Het doet zijn eigen ding. Ja, het doet heel erg zijn eigen ding. Dat kun je wel zeggen. Maar dat doet de games in principe ook. Want de games zijn geen canon verhaal uit die wereld. Nee, het is meer een soort alternatieve vertelling daarvan. Nou, het is eigenlijk een soort van... Het gaat eigenlijk verder waar de boeken eindigen. Ja. Het is eigenlijk een soort van onofficieel vervolg, het is niet canon. Maar het is wel allemaal geschreven met respect naar de personages aan de boeken. Ja, precies. En dat is in de serie niet gedaan. Nee. Thomas, eigenlijk voor iedereen die The Witcher 3 nog nooit gespeeld heeft. Als er een, ja, gewoon iets aan te raden valt, wacht tot die next-gen patch uitkomt in de tweede kwartaal van dit jaar. Die heeft namelijk ook DLC gebaseerd op The Witcher Netflix-serie. Dus mocht dat nou echt je instappunt zijn omdat je het wil doen, pak dan die erbij. Moet wel veel paard rijden, dus hou daar wel rekening mee. Ja, ja. Maar je paard heet Kakkelak, dus... Ja, Roach. Oh ja, Roach inderdaad, ja. Nou, dus, kleine wijs op de wond. Jongens, als iedereen eentje nog zou moeten noemen waarvan je denkt van... Hey, die had toch wel in dat lijstje gemoeten, dan begin ik bij Stefan. Eentje maar. Eentje maar. Ik wil er zoveel noemen. Ik wil er twee noemen. Nee, één. Twee. Dus, trap maar af. Ja, dan maar gewoon persoonlijk. Mijn persoonlijke favoriet is nog steeds Horizon Zero Dawn. Maar dat komt voornamelijk gewoon omdat ik die worldbuilding en die setting... en gewoon dat hele verhaal plot vind ik gewoon heel vet. Oké. En je tweede? Voor wie dat niet gespeeld heeft, het is... beetje sci-fi game waarin de wereld apocalypse gehad heeft. Mensheid vergaan.
Nou ja, de mensheid is toch weer opnieuw opgebouwd met allemaal primitieve stammen. En je komt er dus gaandeweg de game eigenlijk achter wat er allemaal in het verleden gebeurd is. Want de hele wereld zit vol met robot-dino's, heel geheimzinnig. Dus als je die nog niet gespeeld hebt, hij is ook op PC tegenwoordig, zeker oppakken. Vandaag aangekondigd dat er 20 miljoen exemplaren verkocht zijn. Ik zag het, heel volkomen terecht. Ja, Nederlandse game ook overigens. Ja. Nee, want ik wou nog één uitzondering voor mezelf. Normaal vind ik verhaal heel belangrijk. Eentje die niet zo'n heel sterk verhaal had, maar qua gameplay goed in elkaar zat, was Days Gone, ook op de PlayStation. Ja, Days Gone is... verhaal vond ik matig, maar de gameplay aan zich en gewoon alles wat ik in die wereld kon doen, vond ik zo vet. Dus dat is voor mij één van de uitzonderingen binnen mijn monoloog, zeg maar. Ah, ik vond Days Gone's verhaal vond ik ook heel vet. Sterker nog, ik heb hem gereviewd en ik heb hem een 8 gegeven. Ik weet nog dat ik heel veel shit kreeg omdat de game vol bugs zat destijds. Heb je het hier nog over gehad laatst, jaar? Ja. Nou, ik heb dat vervolgens nagekeken nog weer laatst. En toen bleek dat ik helemaal niet heel ver buiten de scores lag van de Nederlandse games. Sterker nog, ik lag redelijk op lijn en zat zelfs onder sommige cijfers van andere platformen. Ja, maar wij liggen met onze reviews altijd in de vuurlinie. Maakt niet uit voor welk platform je schrijft. Als je een review schrijft, dan sta je gewoon altijd in de vuurlinie klaar om... geschoten te worden. Je staat vol tegenover een vuurpeloton. Ja. Oké, Roland, wat is jouw... welke miste volgens jou nog? Dit gaat controversieel worden. Oh, god. Battlefield 2042. Oh, fuck no. Nee, daar zijn we wel overheen gelukkig. Ja, nee, dat is niet eens een open world game, maar... Cyberpunk 2077. Yo, dat is die met Keanu Reeves. Nee, ja, hoor. Inderdaad. Dat is die game die eigenlijk onspeelbaar is door alle bugs en dat soort dingen. Maar... Ja, Cyberpunk heeft technisch inderdaad heel veel gezeik gehad, maar is het inherent daardoor een slechte open wereld game? Ik denk het namelijk niet. Wat ze dus wel gedaan hebben, en dat zie je, is dat die wereld wel met heel veel detail is opgebouwd. En die wereld die voelt in heel veel opzichten wel als een wereld waar jij gewoon... instapt. Weet je, die stad gaat verder met leven en je kan allemaal toffe dingen ontdekken. Ja, maar dat was bij launch ook totaal niet het geval. Ik weet zo, als ik zeg maar omdraaide, dan waren auto's ineens verdwenen en dat soort zooi. Dat is wel heel erg ingezeten. Nee, dat kun je niet ontkennen. Nee, dat is waar, maar dat is inmiddels allemaal wel een beetje gefixt. En ik heb er niet bijzonder veel last van gehad, omdat ik dus wel... Weet je, als je gewoon al naar de gebouwen kijkt en hoe die zijn vormgegeven, dat soort dingen. Je voelt wel dat die stad echt wat unieks heeft of zo. En het voelt ook gewoon leuk om te verkennen. Voor mijn gevoel dan. Dat is natuurlijk altijd een persoonlijk ding. Ja. Schiet me net nog een honorable mention eigenlijk te binnen. En dat is een game die bij launch ook een drama was, maar die inmiddels gered is. No Man's Sky. Oh, ja. Komt ook naar Redemption de Switch toe. Komt naar de Switch toe, ja. Ja, dat snap ik dan weer niet, maar goed. Nee. Ja, die heeft echt een Redemption arc gehad. Dat is nu echt een hele goede game geworden. Ja. Ja, dat is maar wel... Ik vond het concept altijd wel sick, maar... Toen ik het gekocht had, was het echt scheid. Inmiddels nou, alles wat ze zeg maar toen beloofd hadden, dat zit er nu in, plus meer. Ja. Exact. Oh. Dat is in het korte Redemption arc. Ja, dat is wat we inderdaad gedaan hebben. Internet Historian heeft een hele leuke video hierover gemaakt. Die zegt 40 minuten, dus we hebben nu geen tijd om dat allemaal te bespreken. Maar als je een beetje wil weten hoe dat allemaal gegaan is... Internet Historian op YouTube is echt een hele leuke video'tje daarover. Thomas, als voor jou dus nog een open world game in deze lijst had gemoeten, welke is het? Just Dance, nee. Fallout 4. Fallout 4. Ik vond het een heerlijke game. Ik heb echt de 100 uren erin. Ik heb echt nooit 100 uren in games, maar... Ja, ik weet niet. Dat had gewoon iets. Dat had magie. Je kon mensen doodknuppelen als je ze niet mocht. Het is gewoon top. Het is leuk. Ja, leuk is het. En er zit geen paard in. Nee, dat... Zelfs dan vond je... Geen paard, ja, geen precies. Ja, misschien onder de grond, maar dan zie je ze niet. Voor mij was het... voor mij is het ook Horizon Zero Dawn. Dat is dan de eerste die ik daarvan noemde. En als ik er nog een tweede zou moeten noemen... Borderlands 2. Ik ben een heel groot fan van de Borderlands games. En Borderlands is al een open world shooter daarin. En daarmee doet het toch wel wat... samen met Cyberpunk dan doen ze een beetje wat anders dan de doorsnee open world games daarin. En dat co-op aspect vond ik daarin ook heel erg tof. Ik zie in de chat nog een Kingdom Come Deliverance staan. Ja, die heb ik ook gezien, ja. Ook echt een hele goede open world game. Ja. Dan moet ik dat wel toegeven. Ja, dat is wel een goede toevoeging nog inderdaad van Jeff4444. Jongens, het is tijd om door te gaan naar de volgende rubriek. Onderwerp van de week is weer voorbij. En dan gaan we door naar wat hebben we deze week allemaal gedaan.
Ja, dat is heel kort voor mij in ieder geval. Oftewel, wat gaan we hierin doen? Nou ja, we gaan het eigenlijk gewoon even kort bespreken wat we deze week allemaal gespeeld hebben of gekeken hebben op tv of in de bioscoop, noem het allemaal maar op. En dan mag Stefan aftrappen, want die is lekker kort, geloof ik. Ja, ik weet het, dat de regeltjes zeggen dat ik alleen mag zeggen dat ik Horizon Forbidden West op mijn PlayStation 5 heb staan. En daar houdt het op. Logischerwijs heb ik die al opgestart, maar verder mag ik er niks over zeggen. Ja, voor mij geldt precies hetzelfde. Maar ik heb wel wat meer gespeeld dan alleen dat. Maar daar kom ik zo meteen wel op. Roland. Ja, ik ben lekker aan de slag gegaan met Dying Light 2. Wat vind je ervan tot nu toe? Oké, het verhaal is dus echt... pure bagger, niveau, goed. Niveautje Hollywood blockbuster die even uit de prullenbak is gevist. Dat is eigenlijk classic Techland, want Dead Island 1 en Dying Light 1 hadden ook niet echt een goed verhaal. Zeg, ik weet niet beter. Is dit dezelfde developer als Dead Island? Ja, zeker. Ja, ze zouden oorspronkelijk ook... letterlijk tegen jou, dat het hem aan Dead Island denkt. Ik wist dit serieus niet. Het is letterlijk dezelfde ontwikkelaar. ze zouden oorspronkelijk... oorspronkelijk zouden ze ook Dead Island 2 maken, maar toen gingen ze eigenlijk aan de slag met Dying Light samen met Warner Brothers Games. Holy shit! Betere keus geweest. Dus, ja, dat is wel de betere keus geweest. Ik was echt hype voor Dead Island 2. Die trailer was cool. Komt nog. Ooit. Ik heb ooit een beeld gespeeld op Gamescom nog. Wow. En drie maanden later werd die ontwikkelaar er gewoon afgetrapt. Dus sindsdien heb ik nooit meer wat gehoord. Ze hebben drie verschillende ontwikkelaars gehad. Ja, hij is nog wel in ontwikkeling. Maar, hij is nog wel in ontwikkeling. Goed, Dying Light 2 dus, Roland. Dying Light 2, oké. Okay. Verhaal moet je gewoon geen aandacht aan besteden. Zijmissies zijn wel echt bizar leuk en creatief in heel veel opzichten. Dus het is overduidelijk dat de mensen die de zijmissies hebben geschreven zich niet met het hoofdverhaal hebben bemoeid. Want anders was dat ook een beetje fatsoenlijk geweest. Gameplay? Fantastisch. Geweldig. Die game is... ik vind die game zo belachelijk leuk om te spelen. Ik vermaak me zo erg ermee. Ja, Thomas... ik heb dezelfde game gespeeld. Ik wou zeggen, Thomas, jij hebt ook Dying Light 2 gespeeld, toch? Ja, ik zei ook van... het heeft een beetje de storyline van Dead Island. Slecht. B-movie. Ja. Het heeft een beetje de movement van Mirror's Edge, maar dan kut. En wat had ik nou nog meer? Dat deed me nog ergens aan denken. Oh, Roland die gaat hier heel slecht op. Dit wordt knokken straks hoor. Ik weet niet. Het deed me gewoon heel erg denken aan Assassin's Creed. Qua als je zeg maar hier loopt en daar heb je iets waar je op kan springen. En je springt daarheen, dan ga je... ga je daarheen. Ja, dat is gewoon kut. Je hebt er last van gehad, ja. Ja, Dying Light, ik vind ik ben dat ook niet mee eens. Want ik heb dus ook Dying Light 2 gespeeld inderdaad voor de X-Gen Battle. Dat was wel een leuke aflevering. Had je die gewonnen? Nee. Natuurlijk niet. Nee, dat is dus wel zeg maar een kritiekpuntje gelijk voor Dying Light 2. Online lijkt nog niet heel goed te werken. We hebben tijdens de stream denk een goede 3 kwartier aan problemen gehad. Gewoon met netwerk wat gewoon totaal niet mee wilde werken. Want je kunt de game 4-player co-op spelen. Maar ik moet zeggen, de first-person parcours en dergelijke hetzelfde. Ik vond dat wel gewoon goed in elkaar zitten. Beetje janky hier en daar. Maar als je het een beetje onder de knie krijgt, dan is dat echt wel heel erg leuk. Ik vond het springen vooral heel raar. Ik weet niet, het voelde me op een gegeven moment een beetje Buzz Lightyear of zo. Zo hoog sprong die. Ja, ik moet hem wel spelen, dus ik kan niet mee praten. Je kunt inderdaad best wel hoog springen. Alleen het is meer als je tegen gebouwen opspringt. Dat is een beetje... het lijkt heel erg op dat van Far Cry 6. Maar Far Cry 6 heeft het juist uit de oorspronkelijke Dying Light gejat. Dus wat dat betreft past het wel weer ergens of zo. Ja, Roland, we komen zo nog even bij jou terug voor wat je gekeken hebt. Want daar heb ik namelijk ook nog wat over te zeggen. Thomas, heb jij nog dingen gespeeld naast Dying Light 2? Ik ben... het is echt het meest achterlijke wat je ooit gaat horen. Ik ben Spyro A Hero's Tale weer aan het spelen. Fucking leuke game. Pardon? Spyro's A Hero's Tale? Ja, man. Wacht, zal ik heel snel... Wacht, ik ga dit laten zien. Hold up. Nee, dan gaan mijn hele layout ook naar de kloot. Dus oké, okay. Het is een Spyro game op de Gamecube. It's very nice. Hij is heel groot. En ja, die ben ik weer aan het spelen. Het is leuk. Van Vivendi. En, een van de grootste liefdes van Luc ben ik ook weer aan het replayen. Legend of Zelda Spirit Tracks. Jazeker. Oh, sick. Geweldige game. One of my favorites.
Het is gewoon een top OG game. DS ook. Ja man, het is gewoon een goede game. Kom op. Oké. Dus daar heb ik een discussie voor volgende keer. Yeah. Nou, nee, kijk, ik heb niet per se iets tegen die twee games, maar ik ben ook niet heel erg fan van die twee Zelda-games. Nou, dus dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik mag niet superveel zeggen over Zelda. De enige Zelda's die ik ooit daadwerkelijk uitgespeeld heb zijn A Link Between Worlds, Minish Cap en Breath of the Wild. Dus daar gaan we. Minish Cap was echt chefskiss. Ja. Die was echt heel goed. Ja, de rest heb ik nooit uitgespeeld. Sommige heb ik helemaal nooit gespeeld. Zoals, wat zou het ook zijn? Majora's Mask weer een half uurtje gespeeld. Ocarina of Time een uurtje of zo. Ik heb letterlijk elke Zelda game heb ik van top tot teen uitgespeeld. Maar Majora's Mask, ik can fuck right off. Ik ben echt de grootste Zelda fan ever. Maar fuck Majora's Mask. Ik haat die shit. Tijdsdruk. Weg. Nee, daar hou ik ook niet van. Nee, echt vreselijk. Ja, nee, okay. Dat, dat ja. Verziekt die hele game gewoon. Want de game zelf, ik heb gewoon playthroughs ervan gekeken. Ja. Very nice. Ja. Waarom zit je er tijdsdruk achter? Niemand ja, vroeg erom. Nee, nou, wat het ding dus is, Majora's Mask is gemaakt in nog geen jaar tijd qua productietijd. Dus je ziet ook aan heel veel dat het gewoon natuurlijk echt een clone is van Ocarina of Time. En dat ze gewoon gezegd hebben, oké, hoe kunnen we op efficiënte manier er wel een goed grote game van maken? Gooi die tijdsklok eraan, pas een paar dingetjes aan in de code om dat op die manier te doen. En ja, tenminste, dat lijkt... We have a new game, very nice. Ja. Ze dachten gewoon bij de studio, dachten ze gewoon van, jullie zetten ons onder tijddruk? Yeah. Oké, okay, fuck y'all. Get it, taste this bitch. Jongens, ik... No reverse card. Ja, inderdaad. Jongens, ik heb verder nog Pokémon Legends Arceus gespeeld, maar daar heb ik eigenlijk niet heel veel nieuws over te melden. En verder, Roland, ik heb The Book of Boba Fett helemaal uitgekeken. Ja, ik ook. Wat een kutserie, zeg. Oei, ja, ik moet nog beginnen voor de luisteraars / kijkers. Dus ik ben al heel benieuwd naar... Nou, we kunnen er heel gemakkelijk over zijn. Het is de Mandalorian seizoen 2.5 en de verhaallijn rond de Boba Fett zelf is redelijk matig. Ja, daar ben ik het nu de hele serie er is, ben ik het daar wel mee eens. Individueel gezien zijn de afleveringen vanaf aflevering 5, wanneer Boba Fett weggaat, zeg maar, dan zijn ze leuk. 5 en 6 en de finale is op zich ook wel aardig. Maar de eerste 4 afleveringen zijn echt... Het is echt alsof er 2 losse series geschreven zijn. Waarbij het gevoel is van, oké, we schrijven een serie over Boba Fett en hoe dat hij het overleefd heeft. En we schrijven een serie die eigenlijk de prelude is van The Mandalorian seizoen 3. En we plakken het samen. Oké. Okay. Ja, en daar erg ik me dus een beetje aan. Ja. Kijk, de eerste 4 afleveringen vond ik niet slecht of zo. Ik vond daar juist heel veel interessante elementen in zitten waar ik echt wel van genoot. Maar het is wanneer je het over het geheel bekijkt dat je eigenlijk denkt van, ja, maar dit is gewoon echt, echt heel erg jammer. Je had hier zoveel meer mee kunnen doen. Ja. En dat verspeelde potentie. Hou ik nooit van. Nee, precies. Ik ga het dus nog wel kijken. Ja, ik moet eigenlijk ook wel, want ja, Mandalorian seizoen 4, 3. Nou, precies, precies. Ja. Jongens, ik wil nog even snel door de claim corner razen. Er zijn er gewoon weer gratis. Mag ik nog even 1 ding toevoegen? Oh, dat mag. Altijd. Excuus. Dat vind ik een hele belangrijke. Attack on Titan. Shit fucking wild. Je hebt helemaal gelijk, Thomas. Je hebt helemaal gelijk. Oh, die shit is niet normaal. Ja, je hebt helemaal gelijk. Oh. Attack on Titan, Final Season Part 2 is momenteel bezig. De laatste afleveringen van heel die serie. Een serie die al sinds 2012 of 13 loopt. Yeah. En de animatie is zeg maar... leveltje Pixar misschien wel daarboven. Als in hoe onwijs mooi het allemaal gedaan is. En het verhaal is ook echt super ziek. Sinds seizoen 4 is het veel meer ingegaan eigenlijk op... racisme, klasseoorlog en gewoon echt dark World War 2 shit eigenlijk. Het is een hele, hele zieke serie. Absolute aanraden. Okay, zeker. Het is dat ik geen anime kijk, maar... Trust me, echt oprecht, van alle mensen die ik het heb gerecommend, echt 90% keek geen anime. Maar het is wel echt, naar mijn mening, de beste anime om mee te beginnen. Het is heel... Het concept, het begint heel straightforward, ja. Laat ik zo zeggen. Het is heel makkelijk om in te komen. Precies. Staat het ergens integraal op een van Crunchyroll. 12.000... Crunchyroll. Ik geloof zelfs dat het gratis is op Crunchyroll.
Oh, kijk, tenminste, in dat geval wil ik het nog wel eens proberen. Delen. Crunchyroll is namelijk, die heeft gewoon, standaard is het gratis, maar dan krijg je een paar advertenties tussendoor. En dan voor als je zeg maar helemaal de meest recente dingen wil kijken, dan moet je wel een abonnement hebben. Zoals nee, volgens mij kan je de laatste wel kijken, maar een week later, dat was het. Ja, zoiets, ja. Oh, daar kan ik mee leven. Ja, en de rest is allemaal gewoon gratis te zien. Seizoen 1 tot en met 4, deel 1 sowieso dus ook. En een deel van seizoen 4 zelf. Goed, jongens, het is tijd voor de Claim Corner. En dat betekent dat er weer gratis games te claimen zijn bij onder andere PlayStation Plus, Games with Gold, Epic Games Store, Prime Gaming. En dat trappen we af met de PlayStation Plus games. Dat zijn namelijk Planet Coaster Console Edition voor PS5, EA Sports UFC 4 voor PS4 en Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, de standalone Wonderlands Adventure. Die is ook voor PS4, die kun je tot 2 maart allemaal claimen. Stefan, wil jij door? Ooit Planet Coaster op een console spelen? Ja, het bestaat. Het bestaat. Het kan. Ja, ik heb het nog nooit... Ik zal hem wel eens even een keer opstarten. Want ja, ik heb toch de PlayStation Plus. Dat is toch raar met die controls? Ja, dus in ieder geval, jongens... Ik wil zeggen het eigenlijk elke week. Claim gewoon altijd die games. Want misschien vind je het nu niet vet, maar denk je in de toekomst ooit van... Nou, weet je, ik wil toch wel spelen. Dan heb je ze gewoon al. Games with Gold. Stefan, heb jij die voor mij? Ja. Ja, zoals we elke week zeggen, bij Xbox is het allemaal iets ingewikkelder omdat bepaalde games het begin van de maand al ingaan, bepaalde games later in de maand pas beschikbaar zijn. Op het moment van opnemen, wat 11 februari is, kun je claimen de games Broken Sword 5, The Serpent's Curse, die is van 1 februari tot 28 februari beschikbaar voor iedereen met gold. En we hebben Hydrophobia, die van 1 februari tot 15 februari beschikbaar is. Klopt. Dan komt deze aflevering wel precies in de week uit waarin ze die vervelende transitieperiode hebben. Dus er komen 2 nieuwe games beschikbaar vanaf de 16e. Ja, die kan ik ook even opnoemen. Dat is ten eerste Aerial Knights Never Yield. Die is van 16 februari tot 15 maart beschikbaar. En dan hebben we nog Band of Bugs. Die ook vanaf de 16e tot en met 28 februari beschikbaar is voor iedereen met gold. Is dat een soort van... Band of Brothers, maar dan met insecten. Ik heb geen idee. Die Xbox Live Gold Games worden echt obscuurder met de maand. Ja, maar dat is omdat ze natuurlijk... Ze willen alleen Game Pass hebben. Dus wat dat betreft... Het valt wel te verklaren. Roland, heb jij voor mij Epic Game Store en Prime Gaming? Ja, in de Epic Game Store kun je tot 17 februari gratis claimen Windbound. En volgende week komt daar natuurlijk weer een andere game voor in de plaats. En dat is Brothers... A Tale of Two Sons. Die is goed. Ja, classic. Ja. Die is echt goed. Van de makers van It Takes Two, hè? Fuck the Oscars. Ja. Oh. Joseph Ferris. Yes. Ja. Dat is diezelfde guy, inderdaad. Dan Prime Gaming. Tot 1 maart kun je de genocide simulator Stellaris downloaden. En ook nog Ashwalker's Survival Journey, World War Z Aftermath, As Far as the Eye, Double Kick Heroes en Golazo Soccer League. Oh, wat zeg je dat mooi. Yes, tot en met 1 maart inderdaad allemaal. Dan hebben we vervolgens de reageer en win op xgn.nl natuurlijk. Deze week kun je weer lekker reageren op de website. En daar kun je mooie prijzen mee winnen. Namelijk een exemplaar van King of Fighters. Die geven we namelijk 2 keer weg op een platform naar keuze. Dan hebben we nog de Fantasy Critic Update. We hebben een Fantasy Critic gemaakt eerder dit jaar, waarin we eigenlijk de scores voorspellen van de games die dit jaar allemaal uit gaan komen. En momenteel gaat aan kop in onze league. Het is ik, Luc de Velde. Ja, wie zal het zijn? Ik sta bovenaan en dat heeft te maken met dat Pokémon Legends Arceus was uitgekomen. Heb ik 15 punten voor gekregen. En sinds deze week komen daar nog 10 punten bij via Sifu. Of nou ja, bijna 10 punten. Want als je het samen precies die gemiddeldes afrondt, dan kom je op 24 totale fantasy points die ik daarmee heb. Roland, die heeft ook 7 punten gekregen voor Dying Light Stay Human. Die is namelijk uit. Maar hij had ook nog wel min 15 punten voor Pokémon Legends Arceus. Dus hij staat nu op een mooie min 8. Daarmee staat hij onderaan. Stefan, die staat met 0 punten ertussenin. Nou, maar ik denk dat dat niet lang hoeft te duren als ik zo kijk naar mijn lijstje. Dat denk ik ook niet. Maar er is wel nog een dingetje, Stefan. Jij was er vorige week niet bij. Vorige week had ik 4 games die zijn bij mij bijgekomen. Sifu, Tunic, Tiny Tina Wonderlands en Weird West. Dat betekent dat ik wel een beetje jammer. $80 heb. Want ik heb voor $5 per stuk die games toen gekocht. En momenteel, je kunt het zien, de biedingen zijn onthuld. En er zijn op 2 games geboden. Atomic Heart en Mario Strikers Battle League.
bij de eerstvolgende X-Gen-kast. Ik heb het gevoel dat ik even wat geld moet smijten voor morgen. Ja, de eerstvolgende X-Gen-kast zul je zien wie er aan de haal is gegaan met die games. Of je kunt het zelf ook checken. Komende zondag is dat namelijk gewoon te zien via onze Fantasy Critic link. Die voor live-kijkers in ieder geval in de chat staat alvast. En ook gewoon in het artikel te vinden is van deze X-Gen-kast. Voordat we afsluiten, jongens. We hebben deze week een vraag. Een vraag van de week. En dat is... Vergeet nog iets. Er is nog iets wat je gratis kan claimen. Oh? Een follow op Twitch. Doe het, jongens. Ga verder. Thanks voor nog wat hartje drukken, jongens. Ja, dat vinden we leuk, inderdaad. Pluk Thomas, thanks. We hebben een vraag van de week deze week. En die komt van Jeff4444. Die vraagt, jongens, wanneer denken jullie dat er een State of Play aankomt? Wat is dat? Oeh. PlayStation die heeft zijn eigen Nintendo Directs gemaakt, maar dan voor PlayStation Games. En dat zijn State of Plays. Oh! Afgelopen week hebben we er eigenlijk, of nee, de afgelopen twee weken hebben we er twee gehad, stiekem. Ja. Eentje was een showcase van Gran Turismo 7. En de andere was een spotlight presentatie van Ghostwire Tokyo, die allebei wat meer hebben laten zien. Ghostwire Tokyo release datum ook gekregen nu. Ik voorspel dat een volgende State of Play in maart komt. Dan heb je namelijk Gran Turismo gehad, dan heb je Horizon gehad. En dan is het eigenlijk gewoon... Ja, want vanaf dat moment moet je eigenlijk de marketingmachine gaan aanzetten voor je volgende grote game die je uit wil brengen dit jaar. En dat wordt dan God of War, denk ik. Dus ik verwacht in maart en dan... Ik verwacht namelijk dat God of War niet al te laat uitkomt ook. Ik denk in september nog steeds. Ja, ik... Nee, ja, september uiterlijk, denk ik. Maar dan zou ook wel nu beginnen met de marketingmachine. Een halfjaartje van tevoren zou heel goed kunnen dan, denk ik. Nou, is het inderdaad, als ze inderdaad een Last of Usje doen en hem in juni uitgooien, dan snap ik wel dat er in maart een State of Play aankomt. Plus je moet nog laten zien wat er ook in de rest van het jaar uitkomt, hè? True. Maar kijk wat Nintendo nu ook doet. Nintendo doet ook gewoon korte termijn dit en hoppatee. En de rest komt in de zomer wel weer. Ja, maar die hebben wel tot en met juni laten zien wat ze hebben. Juni, juli zelfs deels. Nou, september als je Xenoblade meerekent. Ja. En PlayStation heeft dat gewoon nog niet gehad. Die is in principe na maart hebben ze al hun games gehad eigenlijk. Tussendoor, over Nintendo gesproken. Wat vonden jullie van die Kirby game? Ik weet dat Kirby had veel... Het ziet er echt wel leuk uit, maar ik weet dat Kirby gewoon te makkelijk is. En dan ga ik me daar weer irriteren of zo. Ik weet het niet. Kirby! Ja, Kirby van... One and only. Ze moeten gewoon een nieuwe Kirby Air Ride maken, dan koop ik hem. Kirby Air Ride op de GameCube was echt zo dope. Dat is de enige Kirby race game die er is. Kirby kun je nooit mee fout gaan. Nee, dat is waar. Ik krijg echt heel erg Odyssey vibes ervan. Dat is het wel. Ik ook wel. Kirby is wel een ideale game om te spelen met iemand die nooit gamet. Want in principe kan je niet doodgaan of zo. Nee, precies. Maar Roland, wanneer denk jij dat de volgende State of Play komt? Ja, ik denk dus maart, april. Ik vraag me eerder af wanneer de volgende echt grote showcase presentatie van een echte PlayStation Showcase komt. Ja, dat zal wel in juni komen. Juni, juli. Ja, waarschijnlijk weer een beetje... Ik verwacht die dus wel eerder. Ik verwacht echt gewoon een showcase eerder in dit jaar dan dat. Vooral omdat dit jaar de competitie ook groter is. Xbox heeft eindelijk een keer echt exclusives dit jaar. Nintendo die heeft best wel grote dingen aankomen. Sony is in principe klaar gewoon nadat die twee zijn. Maart, april uiterlijk, jongens. Ik denk het echt. Oké. Okay. Nou, ik verwacht eerder april, mei, maar... Dan zeg ik eind februari. ze schuiven gewoon alles naar 2023. Gewoon krijgt allemaal de tering, denk ik, bij Sony. Morgen! Ja, de laatste ze zijn nu gewoon aan het meeluisteren, hè? De laatste PlayStation Showcase was in september. Nou, hier. Okay, en gezien Nintendo doet vaak wel twee grote directs. Drie tot vier in totaal, waarvan twee echt grote klappers. Als PlayStation dat nou ook een keertje gaat doen, dan komen we er wel. En ik denk wel dat ze dat moeten gaan doen ook. Maar ja, dat wordt allemaal afwachten. Wat we in ieder geval niet gaan afwachten is het einde van deze show. Want die is nu namelijk aangebroken. Mocht je nou een leuke show hebben gevonden, laat het ons weten in de reacties hieronder. Laat ook lekker een like achter op deze podcast. En geef onze Spotify podcast feed alsjeblieft 5 sterren. Want je kunt daar nu reviews achterlaten. Zouden we heel erg leuk vinden. Thomas, vond je het leuk om aan te sluiten? Ik vond het heel leuk. Voor herhaling vatbaar. I like talking. Je bent van harte welkom. Zeker. Zeker van harte welkom. Nee, nou, dat is goed om te horen. Jongens, hebben jullie er ook ervan genoten? Altijd.
Ik altijd. Vind dat heerlijk om mijn gal te spuwen. En als het samen kan met andere mensen die hetzelfde erover denken, dan voelt het alleen maar lekkerder. Nou, kijk, dat is heel goed om te horen. Ja, jongens, dan gaan we er een einde aan breien. Nogmaals, laat je vragen horen voor Horizon Forbidden West. Volgende week de grote spoilercast en Q&A die we op gaan nemen. En dus de game livestream nadat die uit is gekomen op de... Ja, die vrijdag nemen we dat op na de podcast. Ik wil alles eruit gooien, maar het mag nog niet. Dus ik gooi veel vragen overal en nergens. Ja, gooi al je vragen. We're happy to answer. Ja, gooi al je vragen op ons. Dat gaan we ze allemaal lekker beantwoorden. Roland is er daarom volgende week niet bij. Het zijn alleen Stefan en ik die de podcast opnemen. Want wij hebben tegen die tijd als enige de games daadwerkelijk uitgespeeld. Dus ja, sluit allemaal lekker aan. En voor nu in ieder geval een heel fijn weekend gewenst. Ciao. Fijn weekend. Bye. Deze XGN-kast is mede mogelijk gemaakt door de MSI Stealth GS77. Een lekker dunne gaming laptop die voorzien is van een fantastische performance. Van 2D-based indie games tot AAA-games, de Stealth GS77 kan het allemaal en dat ook nog eens op de hoogste settings. Het heeft te maken met de kracht van de 12e generatie Intel Core i9 processor en de Nvidia RTX 3080 Ti grafische kaart. Tel er bij de Cooler Boost 5 een flinke SSD en een grote accu bij op en je bent overal voorzien van een kwaliteit gameervaring. Check snel de link onder deze podcast om je gameervaring naar het volgende niveau te tillen.